gaan voorbij de belofte. Niet alleen maar luisteren van naar woorden, maar concreet horen. Wat zijn dan de plannen? Hoe gaat het gebeuren? Hoeveel tijdsbestek gaan we erin stoppen? Mijn naam is Gloria Botsen en vanavond hebben wij in de studio de nieuwe voorzitter van de SPA, Joyce Williams. Goedemorgen, middenavond. Sorry, zomermiddag, goedemorgen. Goedenavond, Joyce. Welkom in de studio. Gefeliciteerd met het voorzitterschap. Ik denk dat jij de eerste vrouwelijke... Nee, de tweede van een politieke partij bent. Vrouwelijke voorzitter. Hebben Angeline... Mevrouw Amavo is ook voorzitter van een politieke een nieuwe partij, hè? Ja, ik weet niet precies hoe haar organisatie heet. Ja, ja. Oké, dus dan de derde vrouw. Zoveel vrouwen hebben we dus nog niet die die stap nemen of, die of de gelegenheid krijgen. Oké, ik heb gelezen over Joyce Williams. Je bent niet een onbekende in de politiek. Je hebt... Ik ben eigenlijk bekend geworden door... de SPA, omdat ik in 2006 minister werd van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. En daarvoor had ik wel andere functies bij parastatale bedrijven als directeur van de SMS. Ik was bij Nationaal Vervoersbedrijf, zat ik in de raad. Kanawaima Qualitate Qua, omdat je dus directeur bent van de SMS, ben je ook voor 6 maanden directeur van Kanawaima, de ferry service in Nikeri. Nooit van woord, Kanawaima. Okay. Ja, is de veerverbinding. Het bedrijf welke de veerverbinding onderhoudt tussen Suriname en Guyana. Oké, en daar ben je dan ook 6 maanden directeur van? Ja, of 6 maanden is het de Guyanese zijde en 6 maanden de Surinaamse zijde. En ja, na die periode heb ik andere dingen gedaan, maar die periode, aangezien ik vrij succesvol was, ben ik vrij bekend gebleven tot nog toe. Ja. Mensen herkennen me gewoon als ik ergens in een race sta en ik zou iets vragen, dan kijken mensen om. Ze herkennen mijn stem gewoon. Dat moet ik eerlijk zeggen, daar ben ik best wel verbaasd over. Dat mensen na 14 jaar, want in 2010 ben ik afgetreden, dat ze je stem nog herkennen. Ja. En als ze je zien, herkennen ze je nog. Ook, ja. Ze kunnen met je praten over de dingen die je gedaan hebt. Dat vind ik toch zo prachtig. Ja. En ze vragen gewoon wanneer kom je terug? Wanneer komen jullie terug? Dus dat heb ik een beetje gedaan. Ik ben zelfs van huis uit econoom. Dat is mijn eerste studie op ADEC gedaan. En na mijn ministerschap ben ik teruggegaan naar ADEC. En heb ik de bacheloropleiding rechten en de masteropleiding rechten afgerond. Aha, rechten ook gestudeerd. Ja, klopt. Mooie, mooie studie, dus econoom en je hebt rechten gestudeerd. Nou, belooft wat voor de nieuwe voorzitter van de SPA, die opgericht is door de heer Derby. Er zijn een aantal oprichters geweest, maar inderdaad, het geestesproduct is van de heer Derby. SPA staat voor? De Surinaamse Partij van de Arbeid. Ja. Niet de Nederlandse PvdA, maar de Surinaamse Partij van de Arbeid. Voorzitterschap gekregen, je ambieert dus een politieke functie? Of is het, nee, ik wil gewoon voorzitter blijven? Of is er nog meer dat je graag zou willen? Nou, als je lid bent van een politieke organisatie, nog nagelaten op welk niveau je zit, zou je functies moeten ambiëren. Want je bent als politieke organisatie opgericht omdat je deel wil uitmaken van regeerverantwoordelijkheid. Je wil deel uitmaken van het bestuur. Je wil besluiten helpen nemen voor het land. Dus als je dat niet ambieert, je misschien ondersteun je anderen en wil je dat zelf niet. Maar omdat je een overtuiging hebt dat de denkwijze, de visie van de partij, dat je dat op een goede manier kan uitdragen. Dat je op een goede manier daar invulling aan kan geven. Dus ja, als we in de gelegenheid worden gesteld, als we zetelwinst behalen, dan willen we ook in de regeercoalitie komen. Ja, ik ga even wat opgeschreven. De rol van de partij is aardig teruggelopen. Hè? Als we kijken wanneer ze voor het laatst deel waren van de regering. Wat gaat SPA nu doen? Mag ik SPA zeggen? Of? SPA mag. Ja, men SPA. Kent ons ook als SPA. Ja, oké. Voor mij is het ook makkelijk. Wat gaat SPA nu doen om ervoor te zorgen dat jullie weer in die positie komen? Wat we willen doen, zegt... En neemt u me niet kwalijk. Ik heb eerbied voor uw grijze draden, dus ik blijf u zeggen. we zijn inderdaad in... Ik denk 15 jaar terug...
is het laatst dat we regeerverantwoordelijkheid hebben gehad. Mm-hmm. En zetelwinst ook hebben gehad. En wij hebben onze eigen interne analyse gemaakt. We zeggen het gewoon, want niemand hoeft het ons meer te zeggen. We waren een beetje comfortabel in die front, new front V7 combinatie. Waar je eigenlijk mee gaat. Mm-hmm. En mee, je mag profiteren, gebruiken het woord. Ja. Van de massa bij de overige politieke organisaties. En die mobilisatiemotor bij ons is beperkt ontwikkeld. Dus op een gegeven moment sta je er alleen voor. Je stapt uit die V7. Dan moet je je eigen mobilisatiekracht ontwikkelen. En we hebben tegenslagen gehad. Dat heeft ook gemaakt dat we de afgelopen jaren eigenlijk onterecht het hoofd hebben laten hangen. Mm-hmm. Die samenleving heeft daar ook kritiek op van we hebben jullie niet gehoord. Nee. De afgelopen periode. Maar klopt. We hebben wat tijd gehad om onze wonden te likken. Om te recoveren. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk gebeurd. Dat je dus het hoofd laat hangen, de mobilisatiekracht neemt af. Als je niet actief bent, dan worden je leden, zijn ze ook niet actief. Ze blijven inactief. En dat alles hebben we geanalyseerd. We zijn ons daarvan bewust. Dus wat gaan we anders doen? 1, we beginnen anders met onze boodschap. Want je begint ook te kijken, maar waarom? Als men je over straat ziet, dan zegt men wel, jullie waren goed. En heel openhartig en niet, ik krijg niet het gevoel dat die mensen tegen me jokken. Mm-hmm. Jullie waren goed, jullie hebben dit gedaan. En wanneer komen jullie weer? Men vraagt ernaar, maar als het op stemmen aankomt, dan stemt men niet. Nee. Dus wij, is men dan beleefd aan het zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat mede vanwege ons districte stelsel, ja, waarbij je hoe heet dat? Je moet een x aantal stemmen halen, ja, per district. Mm-hmm. Mensen bang waren, als ik mijn stem geef aan de SPA, ze halen toch die kiesdeler niet. Kiesdeler is het woord waarop ik wilde vallen. Ze halen het toch niet. Dus bij voorbaat is men bang. Hmm. Daarnaast zegt men bijvoorbeeld, ja, maar ik woon niet in jouw district. Ik kan dus niet voor je stemmen. Met onze nieuwe stelsel, ja, hebben we een kans. Ik zeg niet dat het nu zeker lukt, maar de bezwaren die men eerder had, van ik woon niet in je district, die komt weg te vallen. Ja. Van overal, landelijk kan men op me stemmen. Ja. En ik heb wel een x aantal stemmen nodig, maar het is niet beperkt per district. Okay. Ik kan in het hele land, mm-hmm, kan ik ervoor zorgen dat ik de boodschap, de visie van de SPA breng en mensen zo ver kan krijgen dat ze, als ze inderdaad zeggen, jullie hebben goed werk verricht, dus ik zie jullie graag terug, hoef je dus niet meer bang te zijn. De kans dat we een zetel kunnen behalen is reëel. Het is niet een sprookjesverhaal. Nee. Het is dus nu zichtbaar. Het is binnen handbereik. Het is dat we dus nu hard moeten werken. Die mobilisatiekracht die wij toen niet hadden ontwikkeld. Dat hebben we in de afgelopen periode, daar hebben we aan gewerkt. We zijn zelf ook gaan kijken naar de manier zoals je propaganda maakt. En de manier zoals je communiceert met die samenleving. Mm-hmm. Dat je vaker en beter gebruik moet maken van moderne communicatiemiddelen. Maar ook erkennen wat je niet hebt. We hebben geen geld. Mm-mm. We hebben ook niet zoveel mensen. Massa. Dus wij moeten een andere manier zoeken. U gaat niet makkelijk zien dat we een massameeting gaan organiseren. Maar die massa heb je niet. We hebben die massa niet. Maar we hebben wel, zoals de afgelopen periode vanaf dit nieuwe bestuur is geïntroduceerd bij de samenleving, dat de steunbetuigingen enorm zijn. Iemand zegt, want het is een interactief programma een beetje, je hebt dus aan zelfreflectie gedaan. Je bent intern gaan kijken, waar lopen de mankementen, waar zijn we tegenaan, we hebben ons kopje gehangen. Ja. En nu moeten we een andere invulling geven. En een andere manier is ook dat
onze beginselverklaring, onze visie, de reden waarom we opgericht zijn, dat is niet veranderd. En dat is, welke reden is dat? We zijn opgericht als Surinaamse Partij van de Arbeid, als sociaaldemocraat, waarbij we zeggen voor die Brokomang, voor die arbeider, als sociaaldemocraat, dat geld dat we met z'n allen als land verdienen, wanneer de overheid dat geld weer gaat spreiden in die samenleving, moet hij zorgen dat hij zodanig spreidt dat die groep die het niet zelf kan opbrengen, die mensen die aan de onderkant leven, dat je spreidt zodanig dat ze zelfredzaam worden. En is dat toen, je was minister van Arbeid, is dat toen gelukt om te zeggen van dat je dan een stem in had om dat geld wordt verdiend en die mensen die onderlaag ook hulp Klopt. Krijgen? Klopt, helemaal. Maar ik wil toch even nog, voordat ik daarop inga met uw toestemming, dat je de boodschap nu anders moet brengen, want eigenlijk hebben wij de reflectie gemaakt dat men de boodschap niet heeft begrepen. Nee. Men vond het saai, ja, Brokomanpartij, wat is een Brokomanpartij? En men keek alleen maar naar arbeiders en loondienst. Voor die moet je vechten en dat is een vakbondsaangelegenheid. Het is geen partijpolitieke aangelegenheid. Oké, maar om gelijk in te gaan op de vraag die u stelt. Wat heb ik in dit geval kunnen doen om tegemoet te komen, die herdistributie van die middelen? In de portefeuille van het ministerie van Arbeid, Technologie en Milieu, arbeid zegt het al, dan moet je kijken binnen dat beleidsgebied, wat kan je doen om te helpen. In de eerste plaats hebben we flink gewerkt aan aanpassen van wetgeving, zodat arbeiders beschermd zijn. Mm-hmm. Zodat ze in een... eigenlijk hebben we alles dat ILO, dat is de International Labour Organisatie, alles wat ze zeggen dat je moet doen om arbeiders te beschermen, of hun omstandigheden, alles hebben we gedaan en we hebben die wetgeving aangepast. Mm-hmm. Overal waar die wetgeving mank liep, ik denk dat ik een stuk of 8 concepten heb achtergelaten, helemaal kant en klaar, ze waren klaar voor de Nationale Assemblée, dan heb je ook die onderkant, want ze zijn daar ook beschermd, ook met een minimumloon. En zijn die behandeld dan? Ja, toen ik weg ben, toen dacht ik dat minister Mustadja kwam. No? Of was het minister Krommels, ik weet ook niet meer. Maar nadat ik weg was, hebben ze de wetten wel behandeld. En weet je, dan zit je thuis en dan ben je trots. Dat is mijn concept. Maar waarom heeft het dan 5 jaar geduurd, want je was 5 jaar minister? Eigenlijk heeft het te maken met tekortkomingen binnen de overheid. Tekort aan capaciteit. Onder andere... 5 jaren? Zo... Nee, ik was... Overigens niet precies 5 jaar, ik werd in 2006 minister, mm-hmm. Dus 4+, maar dat is niet de issue. De issue is, u vraagt, waarom zo lang? Ja. In de eerste plaats, als je aankomt, je moet je oriënteren op het ministerie. Mm-hmm. Ik kwam in april, dus je hebt tot oktober, want dan komt er een nieuw begrotingsjaar. Maar je hebt lopende projecten. Dat is onder andere bij arbeid, toch? Had je... Onder andere modernisering van de arbeidswetgeving. Maar er waren ook andere beleidsmaatregelen die je kon treffen om de mensen aan de onderkant te helpen. Mm-hmm. Een van die beleidsmaatregelen was training en scholing. En we hebben toen met SAO, Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, hebben we echt landelijk hebben we trainingen gedaan. Van Nikeri tot boven Suriname, Koroni. En uiteindelijk kwamen we terug naar Paramaribo, hebben we randgebieden, Ramgulam, Geervlei. En trainingen? Welke trainingen? Trainingen in het aanleren van vaardigheden, zelfredzaamheid. En we hebben bijvoorbeeld, als ik me zo herinner uit het hoofd, elektrohuisinstallatie, Gawasa, modevak, textiel, ziekenverzorger, dat was wel niet landelijk. Dus centrum daar, we hadden SHTTC, dat staat aan de Gravenbergstraat, samen met het ministerie van Toerisme toen. Met middelen is opgezet, waardoor je mensen op alle niveaus traint. Onze perceptie is bij de SPA, en dat komt ook terug in alle beleidsmaatregelen, is mensen tools geven dat ze zichzelf kunnen redden. Is het gelukt? Ja. Perfect gelukt. Dat is perfect gelukt. Dat is een van echte succesverhalen. Waar mensen me echt van herkennen, omdat ik echt het hele land doorliep. En ik moet zeggen dat ik hele loyale en hardwerkende medewerkers had. Dus het is niet dat ik de eer van mezelf opstreek, dat niet. Maar met hun heb ik het kunnen doen. Ze waren gemotiveerd, ik moest maar zeggen. Of met een idee komen, en hoe gaan we dit doen? En... Maar ik moet zeggen, ik ben zelf 3 jaar in Suriname. Ik kan niet zeggen dat ik nou, als ik kijk bij welke ministerie dan ook... dat ik kan zien dat we nou echt getrainde mensen hebben die kennis van zaken hebben. Waar zijn die mensen gebleven dan? Laat me zeggen, die training is ook voor wat we noemen
sommige mensen vinden die term niet zo mooi, tweede kans onderwijs, onderwijs voor dropouts. Want die komen dan aan de onderkant terecht. Mm. Dus voor die mensen, in plaats dat ze zijn, gaan niet meer naar school, wat moet je met ze doen? Want de vraag was, wat doe je voor de mensen aan de onderkant? Hoe ga je dat geld dat de overheid verdient terugvertalen en voor hun iets doen? Dat hebben we zo opgelost. Maar we hebben ook ondernemerschap gestimuleerd. Dat was met de stichting, is er nog steeds onder het ministerie van Arbeid, Stichting Productieve Werk Eenheden Suriname, SPWE. En daar hebben we constant geïnvesteerd in ondernemers trainen. Okay. Toch? Zodat ze, heb je business, sustainable, je komt vooruit. Op een gegeven moment ga je ook kijken naar hoe kan je ondernemers die niet in Paramaribo zijn, maar bijvoorbeeld, we hadden een heel mooi project in het Mungo-gebied. Mm-hmm. Rikanomo voor dat heel gebied daar. Waar we die vrouwen die daar in de landbouw zitten, hebben geleerd hoe ze hun productie kunnen vergroten door de manier zoals ze hun plantjes maken. Toch? Op kwalitatief niveau. We hebben toen deskundigen uit het buitenland laten halen. Zoete patat, gember. Alles. Dus die training geven op een bepaalde oppervlakte aan grond, moet je een maximale productie uithalen. Dan versterk je die vrouwen ook. Ze werken minder hard en ze hebben hun productie verhoogd. We hadden technologische ontwikkeling. Dat is dus hoe ga je innovaties inbrengen in je productie om ervoor te zorgen dat je effectiever, dus zoals je bijvoorbeeld die vrouwen leert om beter hun plantmateriaal te maken, ja, effectiever en ook efficiënter. Toch? Dus alle leert heel beleidsdocument daaromtrend is. Dat was een heel nieuw beleidsgebied, dus daar had je alleen, hebben we veel tijd zijn we kwijtgeraakt aan het schrijven van het beleid. Mm-hmm. Maar we hadden ook een andere belangrijke tak en dat was milieu. Daar had je, ogenschijnlijk leek het erop alsof het meer theorie, weet je, protocollen en verdragen. Maar als je kijkt hoe heb je daar die vertaalslag gemaakt om de mensen aan de onderkant te helpen, dan kan je zien dat we bijvoorbeeld een raamwet, milieuwet hadden. Mm-hmm. Ook geconcipeerd alles. Niemand was er jaren voordat ik kwam, was er mee bezig. Voor mij was minister Marika op het ministerie, was er ook al mee bezig. Dat je op een gegeven moment verplicht stelt, want wanneer je als overheid dat niet verplicht stelt, moet je niet verwachten dat die multinational of wie dan ook die bezig is hier in het land jouw milieu te vernietigen, gaat zeggen, hallo, ik ga een compensatie geven. En in zo'n milieuwet heb je onder andere, wat is er verplicht gesteld, nou heb ik zeker het laatste, wat is goedgekeurd, niet meer gelezen hoor, maar ik mag aannemen dat het er nog steeds in staat, dat je een social impact studie moet doen. Wat is het effect van jouw handelen op de sociale omgeving? Dat heeft in 2018 heeft Staatsolie daar zo'n onderzoek laten doen. Precies. En nu doet Total het weer. Precies. Om te gaan kijken wat is de social impact. Precies. Van dit, ja, wat je doet. Je hebt de economic impact, je hebt de social. En dat is iets dat wij gedaan hebben om ervoor te vechten dat die milieuwet komt. Ja. Het is toen niet goedgekeurd, want je hebt, van overal heb je tegenwerking. Want je moest een milieuautoriteit oprichten die toezicht moest houden op. En is die er? Ik dacht het niet. Nee. Ik dacht het niet. Het is niet gaan gekomen. Ik denk dat ze het houden met ten goede. Maar ja. Dat was de reden waarom ik eigenlijk niet zo happig was om mee te werken dat die milieuwet werd goedgekeurd. Want dan haal je een heleboel power uit handen van en of ministeries en of personen. Want als bijvoorbeeld een ministerie gewoon kan tekenen en goedkeuren kan geven, ik geef je concessie en je mag dit doen erop en je mag dat erop. En wij komen en zeggen, hallo, nee. Maar als je daar wil gaan kappen, luister. Of je wil gaan graven, hallo, luister. We willen eerst een social impact hebben. En we willen weten, wanneer je klaar bent met mijnen of wanneer je klaar bent met bosbouw, wat ga je doen? Hoe laat je dat gebied achter? Ja, okay. Al die dingen wil je weten. Ja. En dat wil zeggen dat wat men beschouwt als een stukje macht, een stukje beïnvloeding, gaat weg uit het beleidsgebied van een bepaald ministerie. Dus men wil niet meewerken. Men wil dat niet. Oké, we gaan even terug. Althans, de invulling van mijn programma is, we gaan praten over bepaalde specifieke gebieden. SPA is het sociaal beleid, hè, waar ze zich met name sterk voor maken. Als we kijken naar het... Nee, niet per se. Niet per se. Maar onder andere.
Oké, dat mag ik zeggen. Goed, en ik wil, als we genoeg tijd hebben, wil ik dat ook even uitleggen. Oké, dan ga ik me eventjes de lamp even richten op het sociaal beleid dat er nu is. Als we kijken naar het systeem van hoe we omgaan met seniorenburgers, hoe er wordt omgegaan met mensen met een beperking, mensen die zwakke huishoudens. Dat sociaal beleid, hoe zou SPA, als je nu in de regeermacht zit, wat zou je anders doen? Of wat zou, precies, of zou je precies hetzelfde doen? Kijk, wij hebben uitgangspunten geformuleerd. En niet nu, ook bij onze verkiezingsprogramma's over de afgelopen periode, waarbij we hebben gesteld, het sociaal beleid moet een integraal geheel zijn. Mm-hmm. Het moet niet loshangend zijn. Nee. Want anders krijg je er geen resultaat uit. Mm-hmm. Of althans, je krijgt poor resultaat eruit. Daarnaast, het sociaal beleid moet ertoe leiden dat je na verloop van tijd dat mensen uit het systeem gaan. Ja. Je kan mensen niet jaar go, jaar kom blijven onderhouden in het systeem. Tenzij ze in een bittere beperking zitten. Tenzij, maar zelfs dan kun je werken naar een zekere mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Zijn mensen. Ja. Toch? Je moet ze respecteren, je moet ze niet als baby's behandelen van je kan niet. Mm-hmm. Toch? Pardon. Maar die zullen bijvoorbeeld heel lang, of misschien maar altijd, ook daarvoor, die ondersteuning. Ook daarvoor moet je integraal beleid erop loslaten. En wat bedoel je met integraal? En met integraal beleid bedoel ik, het beleid, sociaal beleid staat niet op zichzelf. Mm-mm. Bijvoorbeeld, wij zeggen sociaal-maatschappelijk beleid. En daaronder valt voor ons het sociaal beleid, onderwijs, volksgezondheid. Dat valt voor ons eronder. Als bijvoorbeeld wij mensen niet opleiden, we investeren onvoldoende in onze onderwijssector om mensen op te leiden die nodig zijn voor de verschillende sectoren. Niet alleen voor productiesectoren, toch? Maar je moet deskundigen hebben die bijvoorbeeld met sociale problemen, mensen met sociale problemen, verschillende doelgroepen, mensen met een beperking, senioren. Je moet ermee om kunnen gaan. En waar haal je die deskundigen vandaan? Je moet ze opleiden. Met welk geld? Je moet erin investeren als overheid. Maar hoe ga je investeren? Hoe ga je als regering, want er is geen geld, hè, ervan uitgaan dat het niet is. Hoe zou SPA ervoor kunnen zorgen? Heb je overigens een bedrag waarvan je zegt, nou, wij denken, noem maar op, zeker 500 miljoen is er nodig, of 30 miljoen, of whatever. Termijn, welke stappen en hoe komen we aan het geld? Wij gaan ervan uit. Mm-hmm. Wanneer je als overheid je begroting opstelt, dat mm-hmm. je een bepaald budget reserveert voor. Mm-hmm. Ik heb op dit moment niet gekwantificeerd, dus ik heb ook geen idee welk bedrag het is. Maar als je naar middelen wil zoeken. Nee, maar niet je. We. De SPA. Overheid. Jij bent nu in charge. Ja, de bedoeling is, hè, want kijk, iedereen zegt we gaan het anders doen. He, want wij willen regeermacht, want we gaan het anders doen. Nu gaat het niet goed. Hoe zou dan, ervan uitgaan dat het SPA die macht heeft, even van een hypothese, wat zou je dan doen om te kunnen komen dat je op die begroting een bedrag hebt? Hoe kom je aan dat geld? Dat geld kom je vanuit de overheidsinkomsten. Je gaat daaruit een bedrag moeten reserveren, maar je kunt ook kijken naar middelen die beschikbaar zijn bij internationale organisaties. En dan hebben zij misschien geen lala money, maar ze hebben allerlei programma's en projecten waar ze wel ondersteuning kunnen geven in het trainen van mensen. Je hebt de WHO, je hebt de PAHO, misschien de UNICEF ook. Allerlei internationale organisaties waar je dat ook... Dus dat gaat SPA doen. Ze zeggen van, weet je wat we gaan doen? Wij gaan... Overheidsinkomsten. Onder andere, ja. Overheidsinkomsten weten we hebben weinig inkomsten. Ja. Het is de, maar de uitgaven we verwachten dat de inkomsten uit de productiesectoren van die aard zullen worden verhoogd. We praten over... Maar hoe dan? Hoe worden ze verhoogd dan? We hebben in het vooruitzicht, dat is weliswaar 2028, dat er inkomsten komen uit de oil en gas. Dan moet je het ook kanalen. Wanneer je nu een planning gaat maken, hoe ga ik dat geld, als ik zeg distribueren. Dan moet je op een andere manier kijken naar het sociaal beleid. Maar nu is het 2025. 2028 pas komt geld binnen. Wat gaan we in die 3 jaren doen om ervoor te zorgen in die drie jaren, die mensen... In die 3 jaren, wat ik denk dat je moet doen, je kijkt naar de bestaande beleidsmaatregelen die er zijn. Ja. En je gaat daarop proberen te passen en meten. Want je moet dat geld hebben. Als je geen geld hebt, en je moet
proberen om systemen in te bouwen om ook als overheid te kunnen kwantificeren, maar hoeveel geld stop ik eigenlijk in het sociaal beleid? Want ik denk dat de overheid het niet weet. En het is geen verwijt naar deze regering hoor, dat niet. Regeringen binnen Suriname in zijn algemeenheid, want we investeren geld in onderwijs, ook aan sociaal zwakkeren. We investeren in volksgezondheid, we investeren in sociaal zwakkeren. Maar ik denk niet dat we precies weten hoeveel geld je totaal aan sociaal beleid. Maar dat is juist. Kijk, de kiezer die zegt, weet je, we zijn ontevreden. De nieuwe partijen of de buitenparlementaire partijen zeggen, we gaan het anders doen. Men wil concreet horen. Maar niet van, we denken, wat kan SPA? Is daar een plan al? Van, als wij regeermacht hebben, ten aanzien van het sociaal maatschappelijk plan, ten aanzien van onderwijs, als je zegt, het valt echt... Inderdaad, zijn we integraal moet je het gaan aanpakken. De ene staat niet los. Maar concreet, je hebt nu mijn regeermacht. Je komt binnen, je ziet dus een complete puinhoop. Wat ga je als eerste oppakken? Hoe kom je aan het geld op korte termijn? Want oil and gas is pas 2028. Of ga je op de pof, hoe zeggen ze dat in Suriname, vooraf al geld gebruiken dat je nog niet hebt? Je kan, maar daarom ga je een... Je gaat moeten passen en meten. In het, als je dat geld niet hebt, maar als je die visie hebt van maar wanneer dat geld er is, toch? Zorg ervoor dat je het anders doet. Dat je die beleidsgebieden niet los van elkaar gaat ontwikkelen. Bijvoorbeeld, wat we absoluut denken dat er moet gebeuren. Je moet echt die instituten versterken. En dan komen we weer op een stukje onderwijs. Juist, ja. Je moet die instituten versterken. Als je de instituten niet versterkt, of als je mensen opleidt, wat ik ook bedoel met integraal beleid, je leidt de mensen op, maar je betaalt ze niet goed. Dan lopen ze weg. Dan heb je met een stukje sociaal-maatschappelijk beleid via onderwijs zoveel geïnvesteerd in Surinamers, maar dan lopen ze weg. Maar Joyce, je gaat weer terug. We gaan niet praten over wat er nu gebeurt. De vraag is... Maar dat is wat je moet doen, toch? Dus je moet beter betalen. Je moet beter betalen. Maar met welk geld? Maar, dat, als je, maar als je dat niet als beleidsissue op tafel zegt van... Dit is wat er moet gebeuren. Ja, maar er moet er toch een plan zijn? Ik moet een iPhone hebben, bijvoorbeeld. Je moet, ja, maar ik heb geen je geld. Je moet je productie verhogen. Hoe ga je dat verhogen? Je gaat ook moeten kijken naar de bestaande. En welke productie... Bedoel je landbouw? Bedoel je het maken van al die houten blokken? We gaan hier iets maken. Welke manier, op welke wijze ga je die productie verhogen? Want weet je, zoals ik vind zelf dat we nog dat te vaag wordt gesproken. We gaan beleids maken, we gaan dit. Maar wat dan? Brokama in pjesen, dat ik kan begrijpen van... Oké, dat heb ik doen. Want als mensen hebben een goed uitgewerkt plan. En natuurlijk ga je niet alles dus dat wil ik net zeggen. We hebben geen goed uitgewerkt plan. Dus ik wil me ook niet zomaar wagen. Nee. Overigens zijn onze deskundigen bezig op dit moment. Maar als je je inkomsten wil verhogen... Onder andere moet je je productie verhogen. En ik wil niet in een kip-ei-verhaal komen... Mm-mm. Maar om je productie te verhogen, heb je deskundig personeel nodig. Ja. Toch? Als je geen inzicht hebt in... Want met je deskundig personeel kun je innoveren. Je kunt je productie verhogen. Maar je kunt ook je inkomsten verhogen door bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat. We hebben nu volgens mij 17 ministeries, klopt dat? Je zou het kunnen droppen. Je zegt, we hebben... 12 man nodig of 8 man nodig. Dat we hebben nu alles maar zo versplinterd. Hoe is de visie van de SPA daarop? Hebben we echt 17 ministeries nodig? Hoe kun je als overheid zelf ervoor zorgen dat je niet alleen maar je productie verhoogt, maar ook je inkomsten verhoogt en je uitgaven verlaagt? Ja, je uitgaven verlagen niet alleen voor wat betreft verminderen van het aantal ministeries, maar de totale uitgavenpost van de overheid aan zich. Ja. Kijk, als je geen geld hebt, kan je bijvoorbeeld... Hoef je ook niet naar alle dienstreizen. Ik noem maar een voorbeeld. Hoef je niet naar alle? Je hoeft niet naar alle dienstreizen te gaan. Toch? Nee. Als je geen geld hebt. Nee, dan gaan we zoomen. Bijvoorbeeld. Of echt de noodzakelijke, waar je echt in persoon nodig bent. Je kunt daar behoorlijk op bezuinigen. Kijk, in de COVID-tijd zijn we bijna niet op reis gegaan als overheid.
toch? Dus daar kun je op bezuinigen. Maar dat houdt gelijke tred met de investeringen die je moet plegen. Niet alleen, laat me het houden op institutionele versterking. Ja. Dan praat ik niet alleen over het personeel, welke getraind moet worden, wat weet je, specifieke vaardigheden aanleren. Maar je moet constant nieuwe computers, nieuwe dit, nieuwe dat moet je hebben. Want anders ga je toch niet kunnen bijhouden. Maar je moet dat doen. Ja. Als je onvoldoende investeert in human resource, dan ga je zeggen dat je productie gaat verhogen, maar het gaat niet van de grond komen. Ja. Dan gaan we hier zitten en we gaan zeggen, we gaan immigranten naar binnen halen om het werk voor ons te doen. Onze goudsector is intussen overspoeld met buitenlanders. Als we kijken, zelfs in de retail business, ook veel buitenlanders. Ik denk dat in onze landbouwsector, zeker onze Haitiaanse broeders en zusters, ook een aanzienlijk deel. Je moet investeren in je human resource. Dat moet je doen. Ja. En ik snap u dat u wil weten hoe kom je aan dat geld. Want je kan bezuinigen. Ja. Je kan bij internationale organisaties aankloppen om je te helpen met programma's. Je moet niet zozeer misschien denken dat ze je cashgeld gaan geven, maar ze kunnen ondersteunen. Maar wat is de visie van SPA hierover? Want nu zeggen we, je kan gaan. Heeft SPA al een plan? Of zeggen ze, we gaan ons drie dingen doen. Want iedereen hoor ik zeggen productieverhoging. Alsof het, ja, ik weet niet. Het is geen toverwoord, maar het is wel. Hebben we ondernemers dan? Om die productie te verhogen? Ja. Je hebt genoeg ondernemers. Je moet ze versterken. En hoe ga je ze versterken? Je gaat ze versterken door bijvoorbeeld hun productieproces onder de loep te nemen. Mm-hmm. En je gaat kijken waar in, waar in jouw productieproces zou je een dusdanige innovatie kunnen inbrengen dat je productie verhoogt. Mm-hmm. En je kosten verlaagt. Dat je sneller gaat werken. Dat je productie kwalitatief beter maakt, waardoor hij ook ready is voor de exportmarkt. Dat is een manier hoe je ondernemers kan helpen, zodat ze sustainable zijn. En ook op die manier haal je ook mensen die nu vallen in jouw sociaal systeem. Mm-hmm. Als je ze zelfstandig maakt, dan heb je als overheid ook niet meer die last. Nee. Toch? Dat je niet meer voor hun hoeft te zorgen. Ja, en als we kijken naar deskundigheid, hebben we voldoende in huis? Heeft SPA voldoende deskundigheid in huis? Wij hebben voldoende deskundigheid in huis. We hebben niet alleen mensen per se dat ze zeggen, ik ben lid van de Surinaamse Partij van de Arbeid. We hebben genoeg deskundigheid ter beschikking. Toch? Mensen zeggen, nou, je hebt een heleboel mensen die geen Surinamers zijn. Toch? Maar ze hebben de deskundigheid en daar kan je gebruik van maken. We hebben Surinaamse mensen die we inzetten. Ja, maar hoe zie je dan het diaspora-beleid? Wat heeft SPA daar een visie over? Gaan we werken aan een dubbele nationaliteit? Ik heb daar eerlijk gezegd nog niet naar gekeken. Zoals ik aangaf, onze deskundigen zijn nu bezig. Want wij hebben meer gekeken naar... Wat is de omstandigheid nu? Want je kunt schrijven, maar als je niet weet wat is de omstandigheid op dit moment, dan ga je los van elkaar schrijven. En dan ga je je visie dat je integraal beleid moet maken, je gaat daar niet aan toekomen. Als je niet weet, wat heb ik nu? En wat hebben we nu? Als het gaat om diaspora-beleid bedoelt u? Gewoon in zijn algemeenheid. We gaan kijken van als we in wat zijn we algemeenheid hebben. Kijken, dan wat we ons... Wat zonder meer opvalt, ja. Is dat er een schrijnend tekort is aan deskundig kader binnen de overheid. Ja. Mensen lopen weg, helaas. Mm-hmm. Onze instituten op zich, ze boeten in aan vertrouwen. Mm-hmm. Die samenleving heeft geen vertrouwen meer in ze. Dus je moet aan al dat soort dingen gaan werken. Want als een burger naar je toe komt en hulp nodig heeft, maar bij voorbaat begint te twijfelen, maar krijg ik hier wel hulp? Dus als overheid vind ik, je moet niet... men klaagt en dan zeg je... Nee, maar dat klopt niet, want dit is in place en dit is in place. Nee, je moet luisteren en je moet gaan onderzoeken. Maar waarom klagen die mensen? Er zal toch een reden zijn dat men klaagt?
Toch? Want ook al heb ik persoonlijk geen negatieve ervaring met de rechterlijke macht, ik in persoon. Maar je hoort voldoende mensen klagen dat ze zeggen, ik heb geen vertrouwen. Dan moet je het onderzoeken. Ik heb geen vertrouwen in de politie. Ik heb geen vertrouwen in het Openbaar Ministerie. Dan moet je het onderzoeken. En dat zou een van de dingen zijn die ja, zonder die SPA zou gaan doen. Je moet onderzoeken waarom heeft men klachten. En als je onvoldoende integriteitscommissies of klachtencommissies en de controle daarop hebt, dan moet je ze instellen. Ja. Toch? En je moet mensen, we zullen het blijven zeggen, je moet mensen trainen, je moet ze opleiden en je moet ze vergoeden. Want anders lopen ze weg, daar heb je geïnvesteerd, maar je hebt geïnvesteerd voor de regio, je hebt geïnvesteerd voor buitenland, want de mensen lopen weg. Want als we mevrouw Levens, hè, ex-minister van Onderwijs, moeten geloven, zegt zij dat we 40% van onze mensen, van de bevolking van Suriname, tot de vierde klas is gekomen. Hè? En sommigen kunnen nauwelijks lezen en schrijven. Onderwijs, belangrijk, wil je gaan werken aan je ontwikkeling van je land, moet je zwaar investeren in onderwijs. Onderwijs, klopt. Nou zijn er heel veel deskundigen weg. Heeft SPA daar ten aanzien van onderwijs al een gericht plan? Is er een onderzoek gedaan, bijvoorbeeld op 100 scholen? Wat missen we daar? Wat is er nodig? En binnen welk termijn? Is dat iets waar jullie al naar hebben gekeken? We hebben er wel naar gekeken. We hebben niet zo nadrukkelijk naar scholen gekeken. Wat we meer doen, je pakt meer rapporten, onderzoeksrapporten en berichtgeving vanuit de ministeries wat er nu wordt aangedragen, dat gebruik je. En dat kijk, maar je hebt niet nadrukkelijk gekeken. Dus dat hebben we niet gedaan. Ik ga daar niet over jokken. Nee. Maar ten aanzien van ons onderwijssysteem, ja, eigenlijk zeggen wij, je hebt een totale metamorfose nodig. Mm-hmm. In die zin, kijk naar je onderwijscurriculum. Wat we gemerkt hebben, dat wat we ervaren hebben, dat zijn wel dingen die we ervaren hebben, is dat er altijd al een mismatch, noemen we het, is tussen wat de school aflevert en wat die maatschappij nodig heeft. Precies. En we maken onvoldoende de projectie naar welke sectoren hebben die potentie. Dus waar richt ik me op? En waar gaat SPA zeggen, daar gaan we ons op richten? Want we hebben dit mankement gezien. Ik geloof sterk dat we veel moeten investeren in de agrarische sector. Mm-hmm. Daar geloof ik sterk in. Waarom? Omdat de agrarische sector zorgt gewoon voor voedsel. Mm-hmm. Voor niet alleen lokaal, maar die hele wereld heeft voedsel nodig. En het heeft potentie. We hebben genoeg grond. Is het zo? Ja, we hebben genoeg grond. We hebben nog allemaal steeds, al weg is gegeven, hè? We hebben nog steeds genoeg grond. En als we niet genoeg zouden hebben, dan kunnen we ook gebruik maken van innovaties om indoors. Wat gaat SPA doen als blijkt dat je aankomt en heel veel gronden zijn weggegeven? Zoals we toen hebben gehad, het bijna door de heer Noor Salim, volgens mij was hij toen minister, dat cultuurtuin was weggegeven. Wat gaan jullie doen? Kun je confisceren van terug in de boezem van de staat? Wat zijn de dingen die bijvoorbeeld SPA gaat doen ten aanzien van die corruptie? Want het is gewoon, gronden zijn gewoon weggegeven. Als de grond is weggegeven en het is tegen wettelijke regelingen in, dan kan je dat als overheid terug. Zonder draaien. Zonder meer. Maar ze hebben ervoor gezorgd dat het niet tegen wettelijke regelingen is. Maar dat, iedereen weet van wat je nu daar hebt van die 500 hectare, dat is gewoon diefstal. Als je, kijk, is diefstal, maar zonder dat je zegt dat je niet kan of wil ingrijpen. Mm-hmm. Maar als je geen bewijs hebt, als ik het bewijs niet heb, ben ik eigenlijk aan voeten gebonden. Ik kan niet zoveel doen. Nee. Ik kan niet zoveel doen. En gaat de SPA zich hard maken om die wetgeving aan te pakken? Om te zeggen, we moeten heel duidelijk hebben, één persoon of een stichting kan niet 6000 hectare krijgen. Of weet ik veel, concessies, hoe je het allemaal noemt. Wil je daar hard voor maken? Van we moeten ons land beschermen, zodat we allemaal gebruik kunnen maken. En niet dat we moeten gaan zoeken naar grond of terug moeten gaan kopen. Hè, want die grondconversie. Dat we in één keer geld moeten gaan toestoppen om gronden terug te kopen. Hebben jullie daar een mening over of een visie? Zonder meer moet je daarover nadenken. En ja. je moet precies doen wat nodig is
om Suriname te helpen. Als je zegt, ik geloof erin dat je in de agrarische sector moet investeren. Mm-hmm. En de agrarische sector is meer dan landbouw. Ja. Het is ook pluimveeteelt, het is ook runderteelt, het is vis. Dus er is veel meer dan dat. Mm-hmm. Je zou meer moeten investeren in het beschermen van je visserijzone, mm-hmm. van je economische zone. Moet je gewoon doen. Want anders gaat alle vis, alle rijkdommen... Gaan weg. Ze gaan weg. Het gaat nu ook nog steeds zo. En daar moet je investeren. Ja. Je moet je kustwacht beter instellen. Je moet, en dan gaan we weer komen op het kip-ei-verhaal. Maar waar kom je met dat geld vandaan? Maar als je dat niet als beleidsdoel hebt... Mm-hmm. Het is niet je doel. Dan ga je ook geen geld ervoor vrijmaken. Nee. En SPA die zegt... Deskundigheid ontbreekt. We hebben onvoldoende deskundigen in Suriname. En in hoeverre staat SPA open om de diaspora er ook echt bij te betrekken? Niet een vage kreet, maar te zeggen, oké, we zien deskundigheid daar. We zien betrokkenheid daar. We zien goede plannen. We willen het samen doen. Bijvoorbeeld in Kaapverdië hebben ze een heel goed diaspora-beleid. Dat ook al heb je niet eens je Kaapverdiaans paspoort, maar je komt uit Kaapverdische ouders... En je hebt die deskundigheid, ze ontvangen je met open armen. Ja, en zeggen, kom, we hebben je nodig, want wij hebben het niet. Er is geen enkele arrogantie van, ja, nee, dankjewel. En dat merk ik hier wel. Ik ben zelf, zeg maar, om zo de naam te noemen, diaspora, maar dat voel ik me niet hoor. Surinaamse, maar goed, om het even het beestje een naam te geven. Dat je toch wel merkt dat mensen die arrogantie hebben, om te zeggen van, ja, wij weten het beter. Terwijl misschien dat je wakker valt. Kijk, we kunnen ons concentreren op mm-hmm. de diaspora. Daar praten we meer over Surinamers van Nederlanders van Surinaamse kom af. Of Amerikaanse. Precies, dus daar wilde ik. Ja, maar ook, los daarvan, we zijn lid van de CARICOM. Ja. We hebben free movement of persons. Je migratiebeleid, zou je niet moeten beperken tot iedereen die deskundig genoeg is en die wil, true. Zou je moeten toelaten om maar te komen. Maar die worden ook gekozen, daar kiest men voor ook. Hè? Men kiest ervoor. Men ziet dat je ziet Amerikanen komen, je ziet Nederlanders komen, maar die diaspora die net zo een deskundigheid heeft, op een of andere manier, wordt dat toch wel een beetje... Wij zijn wat dat betreft, we zijn heel erg gefocust op als je de deskundigheid hebt. Ja. Want deskundigheid en deskundigheid daartoe. Ja. Is dat? Ja. En je ook open kan stellen, maar daar hoef je niet eens criteria over vast te stellen. Als je deskundig bent, weet je ook van als ik kom, moet ik kunnen werken met de mensen en ik moet, weet je, je houding en alles, dat hoef absoluut. Ik jou niet te komen vertellen. Nee. Je weet precies, en bovendien ga je ook door een screeningprocedure, dus men weet ook wie komt binnen en wie komt niet, dus je bent helemaal afgecheckt van het zit goed. Dus wij hebben wat dat betreft totaal geen problemen. Met de diaspora? Nee, niet met diaspora en ook niet met andere buitenlanders. En dat wil niet zeggen dat je lokale mensen daarmee minder acht. Maar wij zijn ons ervan bewust. En echt waar, dat heb ik persoonlijk in de praktijk meegemaakt. Dat zien we dagelijks. Laat me maar een simpel voorbeeld geven aan mezelf. Toen ik pas afstudeerde van ADEC. Ja, ik vertel dit altijd aan jongeren. En ik moest een simpele brief schrijven voor mijn werkgever. Waarbij ik in een offerte... de prijzen moest vragen van houtsoorten. En ik maak één geweldige, gewichtige brief, dokter aan Deskba. En ik breng het naar mijn werkgever en hij trekt er twee strepen door of drie, weet ik veel. En hij zegt, dit moet je vragen. Hout, A, B, kwaliteit, deze houtsoorten klaar en deze afmeten. Snap je? Dus dan heb je een doctorale bul, maar wat je in de praktijk zou moeten doen... Mm-hmm. Leer je niet? Nee. Misschien omdat je op de verkeerde plek stage hebt gelopen of de verkeerde belangstelling had. Maar daar zouden we binnen het onderwijsproces meer aandacht voor moeten hebben. Dat je voldoende kennis, mm-hmm. er moet balans zijn tussen kennis, tussen vaardigheden en tussen attitude. Mm-hmm. Toch?
We leven hier, we zeggen het. Ja, we leven vreedzaam naast elkaar en er is geen probleem. Maar we weten ook dat we met mensen soms delen die met echte attitudes. Ja. En dat heb ik toen ook kunnen zien in mijn periode als minister van Arbeid. Als je zou kijken naar de reden waarom mensen ontslagen werden op basis van dringende reden. Dus staande voet, nu weg uit mijn bedrijf. Dan zie je dat het heel vaak een attitude issue is. Het is niet iets van vaardigheid niet aanleren. Maar de juiste werkattitude legt men... En hoe ga je daaraan werken? Hoe zou je die juiste attitude kunnen implementeren? Dat moet je in je curriculum. En dat zou je via onderwijs moeten doen? In je curriculum moet je een voldoende balans hebben tussen kennis, vaardigheden en attitude. Het is gewoon is een methodiek hoe je curriculum ontwikkelt. Het is gewoon een bestaande methodiek. Ja? En dat moet je throughout je onderwijsinstituten... moet je dat implementeren. En vanaf maar je moet ook, begin je dan? Lagere school, begin je MULO? Dat wil ik net zeggen. Je moet ook, want je kijkt naar de ontwikkeling. Mm-hmm. Welke ontwikkeling maakt je land door? Bijvoorbeeld stel, ik maak me sterk voor de agrarische ontwikkeling. Dan moet je binnen die sector, je kan op PTC, je kan op ADEC, je kan op NATIN... Dat zijn een beetje de instituten die nog wat doen met de agrarische sector. Dan moet je daar kijken naar hun curriculum. Terugkoppelen met de sector. En dan moet je je curriculum opnieuw schrijven. En het belangrijkste, je moet je curriculum op tijd onderhouden en repareren. En aanpassen aan innovaties. Zeker als het gaat om kennis en vaardigheden. Mm-hmm. Toch, attitude is een beetje standaard. Dat is je juiste werkattitude. Je moet accuraat zijn, je moet... Weet je, voorzichtig zijn, je moet dit, je moet dat. Dat verandert meestal niet zozeer. Maar kennis en vaardigheden, dat verandert wel. Ja. En als we kijken naar... En daar moet je dus echt op je laagste level mee beginnen. Ja, en dat is eigenlijk lagere scholen. Je moet op je laagste level mee beginnen. Je kan daar ook van afkijken van andere landen. Je hoeft het ook niet helemaal opnieuw zelf te doen. Mm-hmm. Ik heb zelfs meegewerkt aan het opzetten van de Suriname National Trainings Authority in Suriname. Ja. Suriname National Trainings Authority, ja. Waar we konden afkijken van Jamaica, we konden afkijken van Trinidad, we konden afkijken van Barbados. Hoe zij het daar hebben opgezet. Dus het is niet... Je moet het kader hebben. Vandaag zag ik dat er ergens een bericht dat er health trainers... Health educators... Train die healthcare educators en laten ze weer andere mensen trainen. Dus ze hebben wel een hele goede basis. Ik blijf het zeggen. Ik zeg daarmee niet dat ik kan het onderwijssysteem niet af hoor. Immers, ik ben het product van. Ik heb nooit in het buitenland gestudeerd. We hebben een goede basis, dus we pakken wel snel op. Ja. Dus dat is een heel groot voordeel. Ja, je hebt het net zelf gehad over die health educators. Hè? Dan gaan we even naar het andere stokpaardje. Van mij is gezondheidszorg. Heel veel medicamenten vinden we niet. Of je moet te veel betalen. Ook die BASO-kaart, waar heel weinig mensen van op de hoogte zijn dat er bijna niks mee kan, bij wijze van spreken. Je moet toch altijd bijbetalen. Wat is de visie van SPA ten aanzien van onze huidige gezondheidszorg? Wat is er nodig? En welke transformatie? Is er een transformatie nodig? Hoe lang ga je daarvoor hebben? Hoeveel geld is er voor nodig? Is dat een visie? Ja, ja. Ja, hoeveel geld is er nodig? Het gaat nog altijd een moeilijk worden om dat te beantwoorden. En laat me ook zeggen hoor. Bij de vorige verkiezingen hebben we meegedaan aan debatten. Ja. En een van de dingen die we stevast hebben aangehaald. Het is niet dat je niet waagt aan een uitspraak. Maar je bent wel realistisch genoeg om te weten van if mi doro mino habi personeel, mino abba kader voor broko, dan mi wies mi abba money. Is dat naai woko? Ah nee broko. Dus het is niet dat ik me niet wil wagen aan een uitspraak. Het is dat ik weet dat het uitgehold is. Wanneer je er bent op het ministerie, dan ga je zien wat heb ik. En kan ik in sneltrein uitvoeren wat ik wil? Want vaak zijn er ook hele goede programma's en projecten op de ministeries. Mm-hmm. Toch? Maar we horen minister Ramadien regelmatig vertellen wat er mist. Dus ook al ben je daar niet, je hebt, als het goed is, als partij, als nieuwe, zeker als buitenparlementaire partij,
een idee van, hé, daar schort het aan, daar schort het aan. Dus ik moet weten, voordat ik daar ga, we gaan nodig hebben, zwaar investeren in ons personeel. Moeten we weer gaan naar intensive opleidingen. Vroeger, ik kom zelf uit het Diaconesse ziekenhuis, werd je in het ziekenhuis getraind. Je solliciteerde bij het ziekenhuis. Daar word je aangenomen door het ziekenhuis. Dus geen COFAP. Ziekenhuis neemt je aan. Ziekenhuis doet de opleiding. Je gaat 3 weken op de afdeling werken. 1 week naar school. En zo is dan iets... heb je direct die vaardigheid. Exactly. Helemaal wat, goed onder de knie, toch? Ja, wat we nu hebben is COFAP. Mensen moeten zoveel betalen. Lopen gewoon. En ik kan nou niet zeggen dat we echt goede mensen hebben afgeleverd. Zeker de laatste tijden, de ervaring die ik heb gehad. Nou, het is om te huilen. Ik kom uit de zorg. Dus... het is om te huilen. Dus als het goed is, heeft iedereen in Suriname een kleine indicatie wat er echt nodig is om een beetje dat systeem te gaan krikken. 1 is natuurlijk geld. En met geld... en 2... met geld kun je mensen inkopen. Je kunt mensen inkopen, maar... alles maar voor 6 maanden of zo. Ja, je zou voor 6 maanden, maar je moet... ik ben... voorstander, en dat is onze partij ook, want je kunt niet je lokale mensen bij wijze van spreken, ja, ik werk met inkopen, ik koopkrachten in, en wat doe je met die lokale mensen? Dan ga je met die koopkrachten werken, dan ga je leren hoe het moet, dan ga je, want die attitude Maar dan heb je, wat je krijgt, is dat je de bestaande mensen traint, maar die zijn niet voldoende. Nee. Je hebt een nieuwe aanwas nodig. En dan begin je dus die incentive te doen, weer in te voeren, vind ik. Ik precies. Zou dat weer doen als ik, de minister heb ik die vraag toegesteld, voer het wel in. Dat COVID, prima, maar laat ook de ziekenhuizen zelf hun mensen opleiden. Ja, maar kijk, dan komen we weer aan wat is die rol van de overheid in bijvoorbeeld het trainen of het scholen van je personeel voor bijvoorbeeld in dit specifieke geval de volksgezondheidssector. Ja. Daar moet de overheid geld voor reserveren. U zegt de mensen betalen veel geld. Als ze het niet hebben, maar je hebt het hard nodig, dan moet je die faciliteiten creëren. Juist. En je moet nagaan. Kijk, ze hebben in de tijd, bij ADEC hebben ze een university complex of zo, waar studenten konden inwonen. Ik heb wel recentelijk beelden gezien. Het gebouw ziet er niet naar. Hoe duurzaam investeren we? Want er staat er een gebouw, heeft zoveel geld gekost, maar heeft het vandaag de dag, anno 2024, heeft het nog effect? Jij bent minister geweest van het ministerie van Arbeid. Het heet nu Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Het heette toen Technologie en Milieu. Waar stond het gebouw toen? Het stond waar nu het van Sam... hoe heet die mevrouw? Die Elisabeth Samson. Elisabeth van Samson gebouw. Heb je gezien hoe het gebouw eruit zag? Nou, ik mag u zeggen... ik mag u zeggen, nee, ik zeg het... Het heeft ook te maken met prioriteiten. We hebben altijd geïnvesteerd in onze gebouwen. Dus toen ik daar wegging... zag het gebouw er niet zo uit? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Want onderhoud is behouden. We hebben altijd geïnvesteerd. Ook het gebouw tegenover het van Samson gebouw. Daar hebben we ook in geïnvesteerd. Het ziet er nu prachtig uit overigens. Ja. Ook de tegenover, want het zag er ook echt niet uit. Dus dat is altijd. Dus het heeft ook te maken met prioriteit. Waar wil je je geld in stoppen? Het heeft te maken met een visie. Het heeft te maken met een ontwikkelingsvisie. Ja. Met je plan voor waar wil je zijn en gaan met je land. Waar en, wil je 5 jaar? En ook, 5 een, jaar, ook een plan, van, een visie van we verspillen niet, toch? Ja. Want als ik niet investeer, toch? Wij moeten de investering die we plegen in die sociale sectoren. In volksgezondheid, in onderwijs. We moeten het niet zien als een kostenpost. Dus wanneer die... want dan iedereen probeert altijd kosten te droppen, toch? Ja. Dus eigenlijk wat er gebeurt, die restpost, dat gaat naar die sectoren. Los van wat je natuurlijk hebt berekend, zoveel leerkrachten moet je betalen, et cetera, et cetera. Maar er is nooit extra geld om nieuwe investeringen te plegen. En daar zegt de SPA, nee, je moet eisen dat men het als een investering ziet. En een investering heeft een bepaalde looptijd. En van een investering verwacht je een bepaald resultaat. Dus als je niet blijvend
En dat is, dit is die visie met betrekking tot alles. Ook met gebouwen, ook met voertuigen, ook met papier en computers en noem maar op. We blijven investeren en we zijn geen rijk land. Dus we moeten zuinig zijn. Ik bedoel, als je vindt als minister van je moet... Niet dat ik weet dat de minister dat doet hoor. Echt ja. Niet, ik bespreek maar is het nodig, een minister van arbeid? Zonder meer. Waarom? Het is nodig omdat wij zijn toevallig, niet toevallig. Ik zit hier toevallig als lid van de Surinaamse Partij van de Arbeid. En arbeiders in loondienst, die hebben bepaalde rechten en bepaalde plichten. Maar moet je daarvoor een speciaal ministerie hebben? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Wie ziet toe op de naleving van de wetten wanneer het gaat om hun rechten? We weten vaak dat de arbeider de zwakkere partij is. Dus ze kunnen makkelijk overheerst worden door de werkgever. Maar dus daar zijn vakbonden voor? Ja, maar ook als die vakbond er niet er is... Kan het gebeuren. Daarom hebben we bijvoorbeeld een ontslagcommissie en een ontslagwet. Ja, wanneer iemand onterecht, weet je, en in het burgerlijk wetboek hebben we de regels wat betreft ontslag op staande voet. Iemand moet toezien op de naleving daarvan, op de arbeidsomstandigheden, op de werkplek. Mensen willen vaak bezuinigen, ze hebben geen persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers. Schaftijd wordt niet in acht genomen, mensen moeten langer werken, mensen krijgen niet het loon waarvoor ze in dienst zijn, mensen moeten allerlei andere dingen doen waarvoor ze... Dus sowieso, als het alleen maar zijn dat je moet toezien op de naleving, is het ministerie van Arbeid nodig. Maar ook om verder het arbeidspotentieel verder te helpen ontwikkelen, middels training, middels her- en omscholing. Om aandacht te vragen voor alle omstandigheden van arbeiders. Ja. En wij in onze visie zeggen, de arbeider is niet alleen die persoon die in loondienst is. Voor ons is die arbeider ook die vrouw die thuis zit. Ze werkt ook. Maar ook die student die heeft op dit moment geen enkel ander werk dan zijn best te doen. Hm. Dat is je werk. Die ondernemer is ook een brokkenman voor ons. Ja, maar dus als je die brokkenman niet, als je die ondernemer als brokkenman niet ondersteunt, dan 1, hij kan niet self-supporting zijn. Dus dan gaat hij werk gaan zoeken bij de overheid. Onder andere, dan heb je weer een belasting of een overbelasting van het overheidsapparaat. Hij kan helpen met 2, 3, 4, 5, 6 medewerkers in dienst nemen. Heb je weer een ontlasting van die overheid. Dus als ministerie van Arbeid heb je zoveel mogelijkheden om te ondersteunen. Mm-hmm. Om de factor arbeid te helpen ontwikkelen en blijvend te ontwikkelen. Zodat ze in hun arbeid, in hun werk, die productie verhogen. Als ze hun productie verhogen, verdienen ze ook meer geld. Ja. Als ze meer geld verdienen, hebben ze een stukje meer vrijheid. Ze kunnen hun kinderen beter ondersteunen, et cetera. Dus zonder meer moet het blijven bestaan, toch? En je moet de verworvenheden die er nu zijn bij het ministerie van Arbeid, daar moet je voor waken. Er is bijvoorbeeld toen er werd gesproken over de minimumloon, toen ik op het ministerie was, heb ik meegemaakt dat een van de sociale partners heeft aangeboden van... werken mee aan die minimumuurloonwet als je die ontslagwet weghaalt. Hmm. Begrijpt u? Dus als je niet precies begrijpt hoe belangrijk die ontslagwet is in de bescherming in deze van eerder de werknemer. De werkgever is wat dat betreft, als hij niet eens is met het besluit van de ontslagcommissie, kan hij altijd naar de onafhankelijke rechter stappen. Ja. Toch? Maar... kijk maar wat er recentelijk is gebeurd bij de EBS. Hadden we geen arbeidsbescherming zoals die regels opgenomen zijn in het burgerlijk wetboek voor het betreft ontslag dringende reden? Had het voor kunnen komen dat die meneer bij de EBS was ontslagen? Dan had je weer een hele procedure, dan moet hij naar de rechter, daar zijn weer kosten aan verbonden. Heeft een gezin, dit allerlei excessen kan je krijgen. En je hebt gezien, die excessen zijn gekomen, een paar dagen staking. Is sociale onrust, is stilstand van productie. Weet je, er is blackout bedrijf. Dus om zoveel redenen moet je het ministerie van Arbeid hebben. Die moet er ook op toezien. Die heeft ook een heleboel andere instituten hoor. Je hebt ook het arbeidsadviescollege, je hebt de bemiddelingsraad. Allemaal instituten die erop moeten toezien dat je ook die sociale rust in die samenleving bewaart. Dus het is niet alleen arbeid in termen van ik werk voor jou.
Ja, wat mijn eigen observatie is, dat er heel veel sprake is van onwil en niet zozeer van onmacht. Men wil geen dingen veranderen, men wil zaken zo blijven doen om corrupt te blijven. Als het goed is, zijn we aan het eind gekomen, hè, collega. Het is ook alweer serieus? 8 uur. Is dat 8 uur? Ja. Ik wil je bedanken voor je komst. Je mag nog even, als je wat wil zeggen, daar is de camera voor jou, daar is voor mij. Wat wil zeggen aan de mensen? Waarom zouden ze kiezen? Waarom moeten ze kiezen voor iets anders? Voor nou, SPA? Kiezen voor de SPA. De SPA heeft in het verleden al bewezen. We zijn weliswaar al bijna 15 jaar niet meer, hebben we geen regeerverantwoordelijkheid meer gehad. Maar we hebben met allerlei andere beleidsmaatregelen die we getroffen hebben. En daar wilde ik eigenlijk eerder op komen toen u zei, we zijn voornamelijk voor het sociaal beleid. Dus nee, dat zijn we niet. We zijn er voor de ontwikkeling van factor arbeid. Okay. Factor arbeid is de mens. Ieder mens, dus in alle facetten moet ik helpen om je te ontwikkelen. En niet als ik regeerverantwoordelijkheid heb, dan moet je me per se het ministerie van Arbeid geven. Want wij hebben in het verleden bijvoorbeeld het ministerie van TCT gehad. We hebben het ministerie van Handel en Industrie gehad. We hebben Justitie en Politie gehad. We hebben Defensie gehad. En op alle ministeries hebben we hele goede zaken gedaan. We hebben beleidsmaatregelen, we hebben ontwikkelings gebracht die anno 2024, mensen willen het niet geloven, maar echt waar, anno 2024 staan ze er nog. Dus vandaar? Toch? Dus vandaar dat in elk geval als het gaat om, als u twijfelt als we kunnen of niet, u hoeft daaraan niet te twijfelen, we kunnen het. Bij ons is er geen sprake van onwil. En zelfs als we tegenstand ondervinden, ook als we het binnen diezelfde coalitie zijn, zijn we nooit gezwicht voor tegenstand. We zijn nooit gezwicht voor onderdrukking, zoals bijvoorbeeld haal die ontslagwet weg. Nee, we zijn constant bezig geweest om de ontwikkeling van Surinamers voor ogen te hebben. Dat is wat de Surinaamse Partij van de Arbeid doet. Dat zullen we altijd blijven doen. En voor hoeveel zetels gaan jullie? We gaan, voor dit moment hebben we heel conservatief ingeschat dat met onze setback en alles, dat we tenminste 1 binnen moeten halen. Maar als je 1 eenmaal hebt, waarom zou je niet voor 2 gaan? En waarom niet voor 3? Nee, maar dus we weten ook wat onze minder sterke kanten zijn, maar dat weerhoudt ons er niet van. We hebben ingeschat dat we hele reële kansen hebben. Echt een hele reële kans. En de steunbetuiging is de afgelopen dagen zo overweldigend geweest dat het alleen maar meer power geeft om door te gaan. Maar kortweg, een andere oproep die ik ook wil doen aan jongeren. Ik ben nu 52, maar ik werd directeur toen ik 32 was. En toen ik minister werd, was ik 34 jaar oud. En bij ons binnen onze organisatie worden mensen, alle leden worden klaargestoomd om iedere functie die zich zou aandienen, dat je dat zou moeten kunnen invullen. Dus jongeren zijn bij ons van harte welkom. We delen onze kennis. We zijn heel erg voor wet en recht. We zijn heel erg gefocust op structuur. We gaan voor onze soevereiniteit. We gaan voor trias politica. En hoe je dat in de praktijk doet, dat is wat we leren. Want je kan met je bul en alles in je hoofd komen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Als je lid bent van een RVC, hoe gedraag je je als RVC? Je bent geen directeur. Je bent RVC. Wat mag je en wat mag je niet? Ik wist het toch ook niet. Ik heb het allemaal geleerd. En dus de SPA zegt, jongeren sluit je jongeren aan. Sluit je aan. Het zal tot voordeel van jou zijn. Ja. Oké, dat was Joyce Williams, voorzitter, de nieuwe voorzitter van SPA. Die net vorige week is gekozen tot voorzitter. We hebben vandaag geprobeerd met voorbij de belofte te gaan kijken. Wat gaat SPA doen? Wat is hun visie? Want we willen voorbij die belofte gaan. Dat is wat we willen doen. En meer horen. En iemand stelde net de vraag, komen er nog debatten? De bedoeling is dat we inderdaad alle voorzitters een keer bij elkaar zullen hebben. Om een debat te gaan met wat stellingen. Om dat precies te horen. Wat gaan ze doen? We willen geen vage dingen. We willen concrete dingen. Ook al zit je daar niet. Maar op basis van wat we nu weten en zien. Dan zou je als partij zeker een concreet plan moeten hebben. Wij willen gaan voorbij de belofte. Dit was vanavond weer voorbij de belofte.
Een co-productie van Razonic Media, Keynews en Travas D. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende week. We zijn gevestigd aan de commissaris Wijtenweg, Hoek Leijsweg, telefoon 49 28 29.